Nant is nog lang niet zeker van het kampioenschap van Frankrijk. De slotfase is zeer spannend. Monaco was op bezoek en dat is de laatste week in goede vorm. Dit is een grote fout van Capron en dat weet Djorkaeff mooi af te straffen. En is het zomaar na een kwartier 1-0. En dit is Capron die weliswaar atletisch heel hoog opspringt, maar toch de bal verspeelt hier op dit moment. Een mooie voetballer, dat zie je aan dit soort dingen. En dan is Djorkaeff er als de kippen bij en weet die bal zeer goed langs Casagrande te plaatsen. Nant heeft een leuk team, staat de hele tijd al bovenaan in Frankrijk. En de Ram met een schitterend lopje brengt dan 10 minuten na die eerste goal de beide partijen weer op gelijke hoogte. En dan is de vreugde bij de Nant-spelers bijzonder groot. Dit is een prachtig doelpunt, van begin tot einde heel bewust gedaan. Op tijd weggegaan, Makelele geeft de bal precies in de loop. Hij ziet wat er gebeurt, kijk in zijn ooghoek heeft hij dat bekeken. En dan is dit een schitterende lop van uitsnelheid. Lekker om te doen en op een heel belangrijk moment. Pedros, 29 minuten gespeeld. Wipt hem zo over de voor zijn doel staande Porrato. Maar ja, die kon niet beseffen dat dat een balletje was wat echt bewust ook in die bovenhoek geplaatst ging worden. Of was het niet bewust? Nou ja, meegenomen is dat in ieder geval die richting ging. 2-1. Dan een half uur. Djorkaeff. En dan Chivo in de diepte en goed afmaken. En het is dan 2-2. Na een half uur spelen, het is voor Chivo de tweede wedstrijd na 8 maanden. Vorige week was hij er ook al eventjes bij. In het duel van Monaco tegen Lens, 6-0. Maar nu is het 2-2. Loco met de penalty volgens de scheidsrechter. Van Thuram heeft hem aangeraakt. Voldoende om er een penalty voor te geven. Inmiddels is dan Wedek de man die altijd die penalties neemt eruit. En Loco gaat dan achter de bal staan. Onhoudbaar schiet hij hem in en het is 3-2. En op dit moment heeft Nant dus 3 punten te pakken. Maar de slotfase is Nant wel eens meer fataal geworden. En dat zou ook dit keer gebeuren. Want de laatste minuut loopt. Let u op, is dit een overtreding? Dit is een glaszuiver doelpunt wat u in de herhaling kunt zien. Want Loco doet helemaal niks. Hij springt op. Wordt zelfs nog aangeraakt door de keeper. En nu krijgen we de geweldige situatie dat Ettori, de doelman en nu trainer van Monaco, ziet het volgende gebeuren. Lens staat voor met 3-2. De laatste seconde loopt. Daar is Henry. 18-jarige jongen die vorige week debuteerde. En die schiet dan in de allerlaatste seconde die bal toch nog langs Casagrande. En tot groot ongenoegen van de Nantspelers, die zeggen dat het buitenspel zou zijn. Wat misschien wel of misschien niet zo zou zijn. Hier is in ieder geval geen sprake van. Maar dan nog zou deze man helemaal niet hinderlijk buitenspel staan. In ieder geval, het is 3-3. En Nant verspeelt kostbare punten op Lyon.